Heel, heel, heel speciaal. Ik had absoluut niet gedacht dat ik zo emotioneel zou zijn over mijn afscheid. De eerste twee, drie ronden gingen perfect. Was voor mij bedoeling. Maar ik heb op jouw website gelezen dat eigenlijk de voorbije dagen, in de naam Vorselaar en wat kwam de dag daarachter, Oostmallen, dat het eigenlijk heel moeilijke dagen waren. Ik heb het vooral heel, heel lastig gehad de eerste twee, drie dagen na het WK. Na het WK zelfs? Ja, en omdat ik heel intensief met het WK heb toegeleefd. En daarna was het precies ineens, het einde was heel, heel kort bij. En toen heb ik het heel lastig gehad. En hoe, wat is dat lastig? Ja. Dan loop je door het huis. Dan loop je door het huis en dan weet je met jezelf in het blijven. Dat was gewoon precies een leegte, of ik weet het niet, een heel speciaal gevoel, ik kan dat niet echt beschrijven. Ja. En dan de hele laatste twee dagen, ik heb donderdag nog met een deel van de collega's hier de ronde gaan kennen. En als ik toen naar huis ging, had ik ook zoiets van, dat is mijn laatste echte training. Zo'n beetje leeg. Ja, dat was heel raar. De Cafard. De Cafard. De eerste Belgische titel had er even goed eentje voor Erwin kunnen zijn in Gent. Wij zijn dan allemaal twee heel dieper tegen de grond gegaan in de laatste ronde. En jammer genoeg voor Erwin was hij de laatste die er viel. En ik denk dat het misschien 300 meter voor de finish was. En zo behaalde ik mijn eerste Belgische titel. En die reed dan geloof ik al lekker helemaal in het begin van de koers. Dat was voor mij de eerste titel in 2000. Maar verder. Ik had het tegen die twee gasten doen, ik was een ander type renner. Ik moest hebben van de eerste wedstrijd zelf zorgen dat ik die gasten kwijtkrijgen. En dat lukte vrij aardig altijd in het begin van het seizoen. En ook kort in de kampioenschappen naderde hoe beter zij werden en hoe moeilijker ik het had om te winnen. Dus zij waren echt de renners van de maand december, januari. En dan kreeg ik het soms wel eens fijn met hen te maken, maar dat is altijd wel een kwijt plezier. Om een fantastisch arrangement voor heel de gezin te vertrekken te geven en dat ze veel plezier mogen gaan doen. Voilà, Jan Petersen, Heren Schevenen, dit is uw moment. Weet je wat, Erwin, zet u één even voor de tafel, dan is dat beter voor de fotografen. Dat zijn flessen wijn van Herentals 800 jaar. En Herentals, de typische wijn die men gemaakt heeft in Portugal. En vanaf nu houden jij er zo één zitten. Voilà, één per dag gedurende over een jaar. Niet te veel, denk ik. Een plezier op een lastig dag. Ik heb er ook mijn vragen bij. Ik hoop nog dat mij eens uitnodigt voor een laatste uitdrinken. Oké, fantastisch. En even nog de bloemen erbij. Eigenlijk hadden we heel graag in naam van de stad Herentals en René Brulle de echtgenote van Erwin in de bloemetjes gezet. Ik had een speciaal kus geschoren om haar een kus te geven. Ik vraag aan Erwin dat hij in naam van de stad Herentals en René Brulle de echtgenote de kussen wil overdragen. Maar de bloemetjes zijn zeker vast verdiend. Zo'n schitterende carrière. Erwin Verbrugge, de lange van Lulle die intussen in Herentals split thuis is. Proficiat! Dus het is toch wel een verandering van de renner. Het is een andere worden zijn waarschijnlijk. En ja, hij is ook altijd omschreven als de slimste. Dus dat was ook heel dikwijls zo. Je bent wel, wat dacht je dat jij de slimste was? Maar nou, thuis misschien. maar ik herhaal mijn vraag. Als ik nu zeg tegen jou over wat en nu verbekken, wat komt er dan in je hoofd op? Dat wij hem kennen. De meerderheid van de tenten die is zo kent. Dus ze denken allemaal dat het zo'n serieuze is, hè, maar. Dat is niet zo. Maar wat is het dan voor iemand? Het is echt een heel plezante iemand dat er heel veel lol mee beleeft. Ik denk, veel mensen hebben waarschijnlijk wel eens een weer gezien, maar ze zien alleen maar zand met de vullen die uitsteken, maar meestal was hij wel de aanstoker. Ja, en ik ben dan met beeld. Voilà. Voilà. Perfect. Eindelijk weten we meer. Zinnig Stiva, jij hebt natuurlijk, en je mag repliceren, Erwin, heb je iets te zeggen om de heer Welles? Ik ga me de joker inzetten, ik ga passen. Als ik nu zeg Bart Welles, wat denk jij dan ineens? Niks! Ja, wel, bij hem is dat misschien net een omgekeerd. Ik sta voor het brede publiek bekend als een heel serieus en een Bart is denk ik
Dat een merendeel, ik hoor dat toch heel vaak zeggen, van de Bart is een spelvogel. Nee, ik denk in het echte leven, als hij in beeld komt, is dat misschien een spelvogel, maar hij kan ook heel serieus zijn en serieus bezig zijn met zijn bak. En dat is misschien een omgekeerde wereld. Als jullie samen zijn, jullie zijn de ideale mannen. We gaan samen wandelen, dat is goed. Daar zijn we niet samen. Zit ik stuk aan, in het Albert. Kom er even bij staan. Ben Heden, geen wereldkampioen. Ja. Hij zit bij jou in de ploeg. Hoe komt hij om? Hoe zou jij nu en uw vervetten omschrijven? We hebben net gevraagd aan Mark. Maar hoe zit de jongere generatie hier in vervetten? Heeft u jullie nog pijn gedaan, ben Heden? Ja, nog eigenlijk vandaag, maar... Dat kan niet. Ja, dat wel. Maar als hij wereldkampioen, ik was nog niet in de cross, so. Hij is echt een beetje ouder als ik. Maar er is iemand heel lang in de groep, in de cyclocross. Het was misschien dat tikkeltje minder, maar pas op, de koers heeft anderhalf uur geduurd, dus we zijn niet gewend. En de laatste halve ronde was echt voor mij tenminste een heel emotioneel moment. Ik heb al die mannen, als we op de weg gedraaid zijn, nog een hand gegeven. Nog eens een schouderklop gekregen en gegeven. Het was een heel mooi moment. Eerst wouden we ervoor spurten, maar dat was misschien niet zo'n goed idee. Het was beter op die manier aan te komen zoals wij het gedaan hebben. En ik zou zeggen, bedankt jongens allemaal. Mijn ouders, mijn vrouw en het bestuur. Dus allemaal bedankt.